ben ik weer. Ik heb echt een huge, mega haul voor jullie vandaag. Mijn haul van oktober en van het boekenfestijn. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Kijk. 1, 2 hoge stapels. Ja. Ik heb een aantal recensie-exemplaren gekregen. Ik heb er een aantal gekocht op het boekenfestijn in Maastricht. En een paar tweedehands overgekocht. Jullie zullen het snel genoeg zien. Ik ga dus niet te lang in op de boeken, want dan krijgen we een mega lange video. Allereerst heb ik hier een boek dat ik al heb besproken in mijn wrap-up van oktober. Dus als je die nog niet hebt gezien, kan je die nu krijgen. En dat is One for the Bird van Lily Mitchells. Dit is een boek met een korte griezel spookverhalen. Geen spook, maar echt een beetje griezel. À la Edgar Allan Poe. Superleuk, heb ervan genoten. Toen was ik met mijn moeder een dagje in Den Haag. Niet een dagje, want ik woon nu weer dichter bij Den Haag. Dus Den Haag is weer mijn stad van roots of zoiets. En daar had ik een nightfilm van Marisha Pesch gekocht. Ik wou zeggen gelezen. Gekocht. Deze wou ik lezen rondom Halloween. Maar hij was wat dikker dan ik had verwacht. Dus ik dacht, daar kom ik echt niet op tijd doorheen. Het is een thriller. Volgens mij gaat het over iemand die vermist is. Ik weet het niet helemaal zeker. Het leuke aan dit boek is dat het met verschillende media verteld is. Je hebt gewoon het verhaal en er staan er ook fotootjes in. En volgens mij documenten en dergelijke. Dus dat vind ik altijd heel leuk. E-mails staan erin. En dat is volgens mij een heel interessante format. Dat heeft Illuminae ook. Die moet ik ook nog steeds lezen. Maar ik heb gehoord dat dat extra's geeft aan het boek. Dus ik wou dat voor mezelf weten. Toen heb ik volgens mij eerder een keer gezegd via de Facebookgroep van Young Adult Series en dergelijke. Ik zal hem hieronder wel linken. Daar worden vaak tweedehands boeken aangeboden door mensen. En daar had ik eerder al boeken gekocht van Joni. En nu weer. Ik weet niet waarom. Zij heeft boeken die ik ook wil lezen ofzo. De eerste die ik heb overgenomen van haar is We Were Liars van E. Lockhart. En het andere boek dat ik van Joni heb overgenomen is degene waar ik heel excited voor ben. Want ik wou hem al kopen. Dat is Eliza and Her Monsters van Francesca Zappia. Dit is een verhaal dat gaat over een meisje. En zij, volgens mij een stripboek of zij tekent of illustreert in ieder geval. En zij ontmoet een andere jongen die een beetje van hetzelfde houdt. En het gaat dan over hun romans. Het klinkt als een super schattig boek. En hier zitten dus ook die tekeningen in. En volgens mij loopt dat samen met het verhaal ofzo. I don't know. Volgens mij is het gewoon een boek om te lezen. Zoals alle boeken om te lezen. Maar ik was dus heel nieuwsgierig met deze. Dan zijn we aangekomen bij Maastricht. Kevin, ik, Brigitte en Sander zijn een weekendje, ik wou zeggen een dagje, een weekendje naar Maastricht geweest. Omdat daar het boekenfestijn was. En daarna zijn we ook Maastricht zelf ingegaan. Want Brigitte was nog nooit bij de Dominicanen geweest. Dus we zijn er weer in geweest. En ik had nog wat geld over van het boekenfestijn. Dus ik heb eindelijk It gekocht. Van Stephen King. Jullie kennen allemaal wel het verhaal. Dit is echt massive. Het is 1200 pagina's. Maar ik wil het lezen. Ik was zo dol op de film. Zowel de remake als het origineel. Iets meer op het origineel, maar de remake was wel echt gaaf. I don't know. Durf niet te zeggen. Dus ik wil heel graag het boek lezen. Want ik ben heel benieuwd hoe hij het dan geschreven heeft. Als het op de film is en hoe dan. I don't know. En ik wil eigenlijk gewoon Stephen King fan worden. Dus ik moet ergens beginnen. Het is echt niet normaal. Ik sloeg dit boek open. En aan het begin heb je dan de titels van die de auteur nog meer heeft geschreven. Dan heb je een paar titels. Dit is die van Stephen King. Een hele bladzijde met 3 kolommen vol aan titels van boeken die hij eerder heeft geschreven. It's insane. Dan voor de boeken die ik op het boekenfestijn heb gekocht. Ik ben echt super goed geweest. Ik had een hele mand vol. En ik heb het merendeel eruit gehaald. Omdat ik dacht, zelfs je hebt al echt een mega 2 jaar. Ook al zijn ze goedkoop, je komt er niet naartoe. Dus ik was trots op mezelf. Allereerst heb ik hier het derde deel in de, volgens mij heet het, de Lyrium Amoris serie van Lauren Oliver. Dit is het derde deel en ik was zo blij om deze te zien. Want ik had bij het vorige boekenfestijn de eerste 2 delen gekocht in deze uitgave. En daarna kon ik nooit meer deze uitgave vinden van het Requiem, het derde deel. En hij lag er en ik was zo blij. Dus nu is de serie compleet. Dus nu kan ik hem lezen. Dit is een serie die gaat over een wereld waarin liefde eigenlijk een ziekte is. En een meisje die dus niet wil dat ze verliefd wordt en ziek wordt en zich laat behandelen of iets in die trant. Toen vond ik echt een pareltje tussen de volwassen boeken om het zo maar te zeggen. En dat was €3.
Dit is het Nederlandse deel van The Shock and the Fall. Het boek zien jullie misschien wel veel voorbij komen bij de Amerikaanse of Engelse YouTubers. In het Nederlands heet deze De Schok van de Val van Nathan Filler. Dit gaat dus over een jongen die moet zijn broertje volgens mij zoeken in de boeken. Iets in die trant, er staat achterop het hartverwarmende verhaal over een jongen die zijn overleden broer mist. Toen hadden ze bij het Boekenfestijn ook een aanbieding van volgens mij die dag, maar ik weet niet zeker. En dat waren de eerste twee delen in volgens mij The Mime Order heet deze serie, ik weet niet zeker, van Samantha Shannon. Deze zie je ook in Amerika, is het derde deel net uit, dus daar wordt helemaal weer hype. En ik ben wel altijd al benieuwd geweest, eerst niet en toen weer wel. Maar goed, deze twee waren 7,50 bij elkaar, dus ik dacht, hey, I'll try it. Het eerste deel is het bottenseizoen en het tweede deel dus The Mime Order. Stapel begint te groeien erachter, zie je hem? Dit is een boek, het is een tweede deel, ik koop nooit tweede delen op een boekenfestijn, maar nu wel. Look at it. Oh. Deze serie heet Aardzee. En volgens mij bestaat dit uit twee delen. Misschien komt er nog meer. Maar dit is dus deel 2. En deel 1 is gewoon Aardzee. En dit is Aardzee 2. Van Ursula K. Le Guin. George R. R. Martin zegt over. Zonder Ursula K. Le Guin had ik Game of Thrones nooit kunnen schrijven. Do I need to see more? There's a huge dragon. Look at it. It's gorgeous. Ik weet ook niet hoe ik die ooit uit ga krijgen. Volgens mij is die massive. Ik heb niet eens durven te kijken hoeveel bladzijden die heeft. Dan heb ik hier hashtag van Dirk Brakke. Dit gaat over cyberbullying. Dus toen ik een mailtje kreeg met de vraag of ik het boek wil lezen, zei ik uiteraard zeker iets wat bespreekbaar moet zijn. Dus vandaar deze. Hij is ook best wel dun. Dus volgens mij kan je het echt gewoon snel uitlezen. Ik ben benieuwd. Deze is van David Fons Infodoc uitgeverij. Actueel thema sexting en catfishing. Dan heb ik van uitgeverij Leopold Escape Room van Maren Stoffels gekregen. Toen ik het las, hoefde ik niet eens meer te weten. Er stond Escape Room, een thriller over Escape Room. Ik ben één keer in een Escape Room geweest en ik vond het echt fantastisch. Dus ik weet niet of het goed is dat ik er nu een thriller over wil gaan lezen. Want dan durf ik misschien nooit meer een andere. Maar ik vond Escape Room leuk. Het hele idee van een Escape Room vind ik leuk. Dus ik vind het ook leuk als ze er een trailer over schrijven. Dan van uitgeverij Mac kreeg ik het eerste deel in De Weerling, namelijk Vlucht, van Christopher C. Patterson. Dit is een high fantasy die gaat over, ja, naar mijn gevoel, gewoon coming of age, vluchten. Het gaat over een jonge Levi die wordt ontvoerd en eigenlijk samen met een blinde jongen in een kamp wordt opgesloten. En ik neem aan dat hij daaruit probeert te ontsnappen. En deze voorkant is toch fantastisch. Dan heb ik van Beste Foyer het nieuwe boek van Mary Lou gekregen, namelijk Warcross. En hier wil ik heel snel aan beginnen. Volgens mij is deze super gaaf. Er staat op Speler, Jager, Hagrid, Beyond. Van wat ik weet gaat het over een meisje. Dit meisje, vermoed ik. Die kan hacken en een virtual reality spel. Ik heb gehoord van Emmy van Zondermaan dat er heel veel Harry Potter references in zitten. So everything is to like. Dan heb ik van HarperCollins het derde deel in de Sneeuw als As trilogie gekregen. Namelijk Bevroren Nacht van Sarah Raj. Eerste twee delen hebben we best vlot achter elkaar gelezen. Dus ik ben heel benieuwd naar het derde deel. Dit verhaal gaat over een wereld waarin er verschillende koninkrijken zijn. Met seizoenen. Dus je hebt winter en herfst en I don't know. En iedereen is met elkaar in oorlog. Magie is verloren en moet weer terugkomen. Heel leuk. Het is echt een hele andere magische wereld met een magiesysteem dat ik nog nooit eerder heb gelezen. En dat maakt dit boek zo leuk. En je leest er echt vlot doorheen. Dan kreeg ik van uitgeverij Lanno het tweede deel in Lemony Snicket's Afschuwelijke Avonturen. Namelijk het treurige tweede boek. Ik vind die naam echt fantastisch. Dit volgt het verhaal van drie weeskinderen die moeten wonen bij graaf Olaf. En graaf Olaf is eigenlijk alleen maar uit op hun geld. En die doet dus heel naar en gemeen tegen zijn kinderen proberen te zorgen dat hij dat geld niet krijgt. Een hele bekende serie in Amerika. Er is nu ook een Netflix tv-serie van. En deze boekjes zijn zo leuk. Toen kreeg ik van uitgeverij Moon dit boek. En ik wist niet dat deze uitkwam. En ik heb hem ook niet aangevraagd. Maar volgens mij kent Moon mij een beetje. Dit boek is De Wolventemmer van Barbara Jurgens. En het gaat dus over wolven. Er is een meisje vermist en iedereen denkt eigenlijk dat de wolven haar hebben opgegeten, denk ik. Er iets mee te maken hebben, staat hier. Behalve Runa. En Runa heeft juist het gevoel dat die wolven haar iets willen vertellen.
Uiteraard wil ik die wolf jou iets vertellen, want wolven zijn goed en wolven weten alles. Dit klinkt echt als een magisch jeugdverhaal met wolven. What more do you want? En deze cover, jongens. Misschien ben ik wel bevoordeeld omdat ik zo'n wolf houd. En dan heb ik iets waar ik zo blij mee ben. Dit is een serie die heb ik al heel lang geleden gelezen. Ik heb het al vaker op dit kanaal over gehad. Eigenlijk toen mijn kanaal begon heb ik deze serie gelezen en heel veel video's over gemaakt. Dus deze serie is ook voor mij een beetje gekoppeld aan het begin van A Bookworm Life. En ik had hem nooit, want ik had hem gelezen van Brigitte. En ik was eigenlijk aan het wachten tot de juiste prijs voorbij kwam. En toen was ik op Marktplaats aan het struinen. En toen kwam de juiste editie voor de juiste prijs voorbij. En I'm so happy. Weten jullie waar ik het over heb? Nou? Oh, I'm so happy. Ik heb eindelijk de Divergent serie in het Engels. Hardcover met de shiny covers van Veronica Roth. En het vierde boek voor. Tussenboek. Geschreven vanuit voor. Die heb ik dus nog niet gelezen. Dus die wil ik wel lezen. Deze zijn zo mooi. En ze zijn echt in perfecte staat. I'm loving it. Dit is dus Divergent. Insurgent. En deze heeft mijn favoriete voorkant. Met goud en groen. En het laatste deel, Allegiance. Met deze voorkant. En dan het bijverhaal voor. Ik weet eigenlijk niet hoe deze eruit ziet. Oh ja. Nice. Ah, ik ben zo verzot op deze serie. Niet per se omdat het de beste serie is, maar gewoon de memories en de feels. En het is echt gewoon een must-read. Dus ik ben super blij dat ik hem eindelijk kan tentoonstellen. Deze stapel gaat echt bijna omvallen. En dan alweer het laatste boek. Nou, alweer. Ik vind het wel genoeg, vind je niet. Als laatste boek dat ik momenteel aan het lezen ben. En dat is Iskari van Blossom Books. De laatste Namsara van Kristen Cicarelli. Deze ben ik momenteel aan het lezen. Ik heb alles opzij geschreven. Want Kristen komt dus naar Nederland en ik mag haar ontmoeten. Dus ik moet wel weten wat ze heeft geschreven. En nu ga ik jullie laten zien wat jullie allemaal willen laten zien. Want jullie weten dat Blossom Books iets super fantastisch heeft gedaan met deze cover. Dus jacket kan eraf. Het boek is nog helemaal perfect. En wat zit er onder de dust jacket? Deze poster. Oh yeah. Ik ga deze video heel snel afsluiten, want ik heb echt het idee dat ik hier een toren van Pisa gecreëerd heb die elk moment om kan vallen. Dus, dat was het dan voor deze mega haul. Linkjes naar mijn sociale media kanalen staan in de beschrijving. Ik heb een winactie online staan. Dat was het dan voor deze video. Zoals altijd, doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Abonneer als je meer wilt zien. Linkjes staan in de beschrijving. Oh, naar al deze boeken. En ja, ik zie jullie de volgende keer weer.